Pieter van Vlastaar. Wij zitten nu op de trein richting Gent. Dus we staan nu op het spoor. Kijk, we staan op het spoor. Maar straks gaan we vertrekken. Mooi, vertrekken. Richting Gent. En daar wachten de geleidingen op. Dus ben ik benieuwd. Dus dan zit het toch al op de trein, hè? Zoiets. Ze moesten aankomen. Deze golfpad beneden. De hele tijd zo TikTok muziek, hè. Zondag, als je zo vaak op TikTok zit, dan heb je dat echt voor, zodat je echt al iets van TikTok in je hoofd krijgt en dan dat dansje. Dus meestal als ik gekeken heb naar iemand op TikTok, heb ik dat voor. Dat is echt niet normaal. Ik wil zelf doe ik geen dansje op TikTok. Dat is echt ook. Dan zo. Ik kan dat niet uitleggen, je moet echt in je hoofd horen. Eens kijken waar de begeleider gaat staan. Ja, we zijn nu als deze kant naar buiten gekomen. Omdat ja, die trap was daar. Dus nu moeten we eens kijken waar ik die moet zien. Hè. Ik ga die gewoon. Want ja, het is niet makkelijk met mondkapjes, hè, om elkaar te herkennen. Ja, mij herkent ze makkelijker dan dat ik haar ga herkennen. Ja, het is met een camera. Maar zij, dat is altijd zo spannend als je elkaar moet zien. Hè. Ik vind altijd zo, afspreken is geen probleem, maar we elkaar moeten spreken hier. Ik vind het een beetje op elkaar te lijken op dat moment. Dus ik kan overal staan. Hè. Dus we moeten kijken binnen, denk ik. Ik ga die gewoon sturen, maar weet het één keer. Ik kan zo binnen zitten ook. Zo, we zijn aangekomen. Nu aan het ziekenhuis. Nu gaan we richting het ziekenhuis waar we moeten zijn. We moeten altijd op dezelfde zijn eigenlijk. Jullie zien eigenlijk altijd een beetje dezelfde beelden, maar ja, we maken het toch even goed voor jullie. Dat is echt zo. Dus ik heb die vragenlijst weer helemaal ingevuld. Dus ik laat het niet alles zien. Maar dit is dus een vragenlijst die we samen hebben ingevuld eigenlijk. En dat ging eigenlijk wel heel redelijk goed eigenlijk, met de vragenlijst. Het is wel super leuk eigenlijk dat we dat samen gedaan hebben eigenlijk. Dus ik zit hier nu binnen in de dingenruimte. Dat is weer het uitzicht. Ik heb er net op de weegschaal gestaan en zo dingen, dus ik ben ook mijn lentjes gemeten, dus dat is echt speciaal eigenlijk om te zien. Dus dat heb ik ondertussen gedaan. Kijk, dit is het uitzicht. We staan echt zo heel hoog als je dat uitzicht. Wow. We gaan de lift pakken. Ik ben weer zo druk. Ik ben vermagerd, mensen. Ja, dat is de lift die we nu hebben. Deze lift moeten we hebben. We zitten nu in de lift. Wij moeten nu bloed laten nemen. Dus ik heb de papieren in mijn handen. En we gaan nu helemaal naar nul. Dus dat gaan we nu doen. Dus we zitten momenteel in de lift. Spannend eigenlijk. Hè. Ik hoop dat het er niet druk is. En dan kan ik meteen door naar... naar huis eigenlijk. Maar zo wat we zijn. We lopen nu in de gang. We moeten naar 12:27 gaan. Dat is rechtdoor. En dan gaan we ons bloed laten nemen. Dus we gaan het eventjes doen. Ik vind het altijd spannend. Ik vind het bloed trekken altijd heel moeilijk. En ook ik hoop wel dat dat weer pijn gaat doen. Maar goed, we gaan er even naartoe. De bloedopname is hier. En dan moeten we die papieren weer afgeven en zo en dingen allemaal. Dus hier zijn we. Er is bijna niemand, kijk.
goed af te nemen. Dus we kunnen nu naar... Zo, we lopen nu naar daar. En we gaan nu daar naar zijn. Ja, dat is hier. Moet je nog naar de dokter? Nee, daar ben ik al geweest. Ah, okay. Dit is het laatste wat ik moet doen. Ja, en dan mogen we vuist maken. Ja. Zo. Ja. Dus ben ik al gewoon een prik te krijgen eigenlijk. Ja. Mijn vuist lossen. Het ging vandaag wel sneller dan de vorige keer. Problemen had de vorige keer? Vorige keer was het echt wel lang wachten in de wacht. Ah. De dokter en dan was het zo van ja, dan hadden ze ook even kunnen zeggen, ik ga het eerst maar bloed nemen en dan kom je terug. Ja. En dan heb ik heel lang moeten wachten. Ja. Nu viel het eigenlijk nog wel mee, het ging eigenlijk nog sneller dan ik dacht. Ja. Voilà, alsjeblieft. Het bloed is helemaal genomen, hè. Voilà, dat is in orde. Ja, voilà, bedankt, hè. Dat is graag gedaan. Zo, dat is helemaal in orde. Het bloed is genomen. Dan gaan we richting... Zo. Zo. En dit was het. En dan kunnen we naar de tram gaan. Nu gaan we richting de uitgang. We hebben dus bloed laten prikken. We zijn bij de dokter geweest. Als de dokter niet belt, dan is het teken dat alles in orde is. Dus laat ons hopen dat alles in orde is. En mij, ik heb nog heel weinig vrouwelijke hormonen in mijn lichaam. Dus dat is ook wel positief. Dus eigenlijk is het eigenlijk alleen maar positief wat ik heb gekregen. Dus dat is wel tof eigenlijk. Op zich. Dus kan niet wat beter zijn. Dus de tram staat al klaar. We kunnen als we willen de tram pakken. Maar ik ga toch eerst mijn jas aan doen. Want het is nog redelijk koud. En ik zou niet terug... Allee, ik ben al ziek. Ja, nog ziek op. Dat is het zo zeggen. Zo. Dus, voilà. Het scheelt wel dat mensenkamers gewoon zijn hier in het ziekenhuis. Dat scheelt wel. Dat is wel een pak beter eigenlijk dan andere mensen. Dus het, omdat er vaak voor het kinderziekenhuis wordt gefilmd. Dat is hier trouwens eigenlijk al. Hier komt eigenlijk altijd naar binnen. Dus ik kan nu eens mijn jas aan. Zo. Nu gaan we richting de tram. Dus, we gaan niet echt aan alle kanten. We zullen wel zien of we die tram kunnen pakken. Dat is altijd de vraag. Als het erop komt, dan zeggen ze. Maar morgen moet ik toch niet buiten. Allee, toch niet dat ik weet. Jawel, ik moet dan naar buiten eten te gaan halen. Morgen. Maar dat kan ik wel middag misschien al doen. Eten gaan halen en zo. Dus dat zal een probleem zijn.
Zo. Die tram die daar staat, dat is de eerste tram die gaat vertrekken. Dus die gaan we proberen te pakken. Dus, gaan we richting de trein. Dus we gaan eens kijken welke trein we kunnen pakken. Dus het is allemaal heel vlot verlopen eigenlijk, want ik heb het al, ik zeg het al ergens geweten eigenlijk op zich. Het is echt, wel goed dat het zo vlot kon eigenlijk op zich. Daar ben ik wel blij mee. En dus ja, ik moet niet altijd tot tegenvallen. Tegendeel, hè. Maar ik moet wel heel veel komen eigenlijk, dus mensen, dat is echt, eens kijken. Waar moet het zijn? Ik moet gewoon mee. Waar staat die? Spoor 2. We gaan naar spoor 2. In het station. Meestal film ik eigenlijk alles in stukjes. En dan film ik eigenlijk meer dan wat ik ooit heb gedaan voor jullie. Spoor 2. Nooit. Behalve de ene keer met Enzo, dat heb ik wel eens zware haast, omdat dat ook een probleem was eigenlijk. Hè. Iets anders. Voilà, hier staan we dan te wachten op het perron. We zitten nu op de trein en we gaan nu richting huiswaarts. En als ik thuis ben, dan zal ik jullie alles vertellen wat we daar hebben gezegd en zo'n ding allemaal. Dus dat ga je dan straks te horen krijgen. Dus ik ben ondertussen terug thuis, zoals je kan zien. Het was een heel leuke gesprek eigenlijk allemaal. Controle is volledig in orde. Ze wil dus zeggen dat ik echt totaal niets voor de rest erg mankeer. Ik vind het echt wel super tof eigenlijk om dat te kunnen zeggen. Hier kan je nog de plakken zien van het bloed dat ze hebben genomen. Er zijn altijd 3 dingetjes bloed. Ik voel me helemaal goed eigenlijk. Meer moet dan eens zijn, je eigen goed voelen in je vel. Ik ben trouwens ook 5 kilo vermagerd, dus dat is ook wel goed nieuws eigenlijk. Dus daar ben ik ook wel heel blij mee eigenlijk. Niet dat ik het speciaals gedaan heb buiten water drinken en doen. Drink ik eigenlijk, want ik nu altijd wel een beetje hetzelfde. Ik eet ook af en toe fruit, dus daar ben ik wel heel blij mee eigenlijk. Ik ben er ook wel heel trots op eigenlijk op dat vlak. Dus en binnenkort horen jullie natuurlijk ook wel meer over de borstoperatie en zo. Dus ik ben echt wel heel trots en blij dat ik dat kan zeggen. Dat het allemaal goed verlopen is eigenlijk. Daar kan je alleen maar trots op zijn eigenlijk. Ik heb op TikTok bijna de 8k gehaald. Dus dat is nog steeds de vertrouwelijke foto. Je kunt er nog eens benadrukken als je een ander accountje vindt met mijn naam op. Dat niet mijn account is. Ik heb er nu 7908, dus ik was super blij om eigenlijk. Ook zeiden ze dat dat ik bijna geen vrouwelijke hormonen meer heb, dus dat wil zeggen dat ik volledig een man ben op dat vlak. Dus daar ben ik ook wel heel fier op eigenlijk.
dat ik dat kan zeggen en ben trots voor mezelf eigenlijk, dus ja, ik ben alleen maar trots. Nu ga ik natuurlijk wel eten, want ik heb grote honger, dus ik ga eten. Dus, en vond je dit een leuke video, dan zeker duim omhoog, vergeet niet te abonneren. Heb je er nog vragen over, mag je ze altijd stellen.